Ik heb een scriptie ingeleverd. Oh my god. Dus ik legde net zo al deze items uit en toen dacht ik... Hi, welkom bij een nieuwe weekvlog. Ik heb een scriptie ingeleverd. Oh my god. Ik heb het gisteravond gedaan. Ik heb het gefilmd. Of nee, Sarah heeft het gefilmd. Het moment is daar. Lennon M. scriptie inleveren. Besef wat jullie nu... Jullie gaan geschiedenis schrijven. Ja. Oké, Len, zeg even wat je het leukst vond aan de opleiding. Jullie. Ah, dat is echt schattig. Ik niks. Ja. Oké. Oké. 3, 2, 1. Ja, oh my god, ik ben zo blij. En ook wel heel erg gespannen of zo. Het is nu gewoon 2 of 3 weken wachten en dan horen of ik het heb gehaald of niet. En gewoon geen student meer ben. Ik vind dat echt een heel raar idee. Ik had gewoon echt heel veel zin om er even lekker uit te gaan. Na mijn scriptie, ik heb afgelopen week echt thuis gezeten. Echt als een kluizenaar. Niet normaal en alleen, maar gewoon 10 uur per dag achter mijn laptop en gewerkt. En ja, ik wilde gewoon even uit de sleur. Dus ik heb samen met mijn ouders een natuurhuisje geboekt. Zij zijn er al met z'n tweeën en ik ga vandaag na werk gaan nu naar kantoor. Het is in Dalfsen en we hebben een eigen sauna en een hele grote soort van buitenplaats met een vuurkorf. Het is echt midden in een bos, we hebben niemand om ons heen. I can't wait. Ik kom echt het beste tot rust in de natuur. Dus daar heb ik gewoon echt super veel zin in. Ja, ik voel me echt goed. Ik ben een soort van wel gespannen, maar ook heel erg opgelucht. En vooral gewoon heel erg blij dat ik de komende weken gewoon even geen scriptiestress meer heb. En gewoon lekker leuke dingen kan doen. Ik ga ook zondag met Sarah en Em naar het terras. We gaan ons lekker bezatten. We gaan even gewoon helemaal lekker los. Maar anyway, ik moet nu echt gaan rijden, want ik ben eigenlijk al veel te laat. Oh my god. We zijn in het natuurhuisje aangekomen. Kijk, we zitten echt midden in het bos. Ik dacht, ik geef jullie even een tour. Maar als je goed luistert, hoor je de vogeltjes hier echt heel goed. Ik vind dat zo fijn, wordt er echt helemaal zen van. Dit is hoe je zo binnenkomt. En dan is hier ons huisje. Die is ook echt super ruim. Ik zal zo ook wel even de binnenkant laten zien. En we hebben dus ook allemaal zitplekjes. Kijk, we hebben hier een hele zitplek. Met een open haard. Het is echt heel nat. Het heeft echt de hele dag geregend. Dus we gaan hier vanavond denk ik nog niet zitten. En hier nog een zitplek. En dan hebben we hier gewoon ons eigen speeltuin. Als kind zou ik hier echt helemaal wild van worden. En de parel, vind ik zelf, is onze eigen sauna. Die is mijn vader nu aan het opstoken. Dat is een heel huisje. Super chill. Kijk, hier kom ik binnen. Dit is de woonkamer. Met een eigen zit. Plek en een hele mooie keuken. En dan hebben we hier de badkamer en een slaapkamer. Hier slapen mijn ouders. En dit is de slaapkamer van ons met een stapelbed. Maar we gaan niet in het stapelbed slapen. Welke claim jij? Oh, jij hebt dit bed of zo te zien al geclaimd. Ik dips op. Oké, dan ga ik voor deze. En kijk, onze eigen wastafel. Ik vind dat zo luxe in de slaapkamer. Hij is ook heel luxe. Ja, hij is echt mooi, hè? Met zo'n kakkenmikkig ding. Nee, gewoon echt. Oh, kijk nou. Ja, ik hou hier echt van. Thuis van een paar dagjes weg. Oh, dat was echt zo onwijs fijn om er gewoon even weer lekker uit te zijn. Ja, ik ben gewoon echt onwijs lekker tot rust gekomen en heel veel uren in de sauna doorgebracht. Ik heb aardig wat geshopt. We waren gisteren nog even naar Zwolle gegaan. Ik heb als eerste deze superleuke trui gekocht bij America Today. Ik kom daar echt nooit meer. Maar het was mega slecht weer gisteren en we hadden nog wat tijd over. En ik dacht, nou ja, hè, waarom niet? Ik stap er gewoon eens binnen. Nou, ik heb er echt superveel, nou superveel, 3 dingen, maar leuke dingen kunnen scoren. Als eerste is deze trui. En ik heb daar ook deze hele leuke trui gekocht in maat M. En ik heb daar ook een hele mooie body gescoord.
Dat is deze. Die mis ik nog in mijn kast. Ik heb een paar bodies van de Zara, maar ze zijn op een gegeven moment echt heel erg gaan pillen. Dus ik wilde weer even een mooie nieuwe. Dus daarvoor heb ik deze kunnen scoren in maat XS voor 20 euro. Dan heb ik deze hele mooie blouse gescoord bij Yaya. Het stofje is echt heel erg mooi en lekker zacht. En hij heeft hier van die mooie puffy mouwtjes. En hij heeft hier aan de voorkant een knoopje. Dat je hem zo mooi hier... dicht kan doen en dat je gewoon heel klein beetje huid hebt. Ik twijfelde heel erg of ik deze wilde kopen, want hij is 70 euro. Ik heb echt wel een half uur voor de spiegel gestaan van moet ik het doen, moet ik het niet doen. Maar ja, ik vond hem gewoon zo onwijs mooi en ik heb gewoon weinig van dit soort mooie, echt wat meer zakelijke blousjes in mijn kast. Dus ik dacht, meid, treat yourself. En als laatste heb ik deze super leuke jurk gescoord. Ik zocht nog een beetje van die lekkere flowy jurkjes. Vooral nu het dit weekend lekker weer gaat worden. Lekker voor naar het strand en zo. Dit is hoe die eruit ziet. Hij is van het merk Golden Life. En toen ik thuis kwam zag ik ook dat ik een bestelling van Gymshark heb binnengekregen. Er komt weer een hele grote sale aan van Gymshark. En ik heb allemaal items besteld die in die sale gaan zijn. Dus die af op prijs zijn. De sale gaat op 7 juni live om 8 uur 's avonds. En er zijn bepaalde items wel tot 50% korting af op prijs. Dus dat is heel erg nice. Hier heb ik even de hele bestelling uitgelegd. Zoals je ziet, aardig wat leggings die ik heb besteld. 2 sport-BH's en een top en bikershorts. Ik ga het nogmaals een keer een kans geven. Oh, als je mijn Is Het Je Geld Waard video's regelmatig kijkt, dan weet je waarschijnlijk waar ik het over heb. Oké. Set nummer 1. Jullie zijn hier even mijn microfoon. Dan horen jullie me wel beter. De bikershorts. Ja. Met deze superleuke sport-BH. Ik vind ze er heel mooi en clean uitzien. En hier aan de achterkant staat heel groot Gymshark. Vind ik al een heel erg leuk detail. Ik heb beide items in maat XS besteld. Dan hebben we de volgende set. Dat is deze. Eigenlijk weer hetzelfde design. Alleen dan volledig lang. Zowel een lange broek als lange mouwen. En ik vind vooral de achterkant van deze top echt fantastisch. Ik heb er dus nu geen sport-BH onder. Zou in principe wel gewoon kunnen. Je zou natuurlijk ook een leuke kunnen dragen die zo mooi kruist. Dat je dat zo over je rug heen ziet. En ook beide items heb ik in maat XS besteld. Dan, on to the next one. Hebben we deze heerlijke sportlegging. Als je op zoek bent naar echt high waist bij Gymshark, dan is dit model in mijn opinion de beste die ze hebben. Ik heb deze ook in het lichtgroen. Gymshark die heeft over het algemeen wel gewoon redelijk high-waisted broeken. Maar als je echt high-waist wil, zoals ik het graag ook zie, dan is dit model echt voor jou. Again, alle linkjes staan hier beneden in de beschrijving. Dus daar is deze broek ook te vinden. Wat ook handig is aan deze leggings, aan dit model, is dat hij hier een ritje heeft. Dus als je ook bent van het hardlopen of, I don't know, je wil misschien daar iets instoppen. Je AirPod case, je telefoon, wat je dan ook fijn vindt, dan kan deze legging dat voor jou doen. Dan heb ik ook nog deze mooie legging. Die heb ik in het iets donkerder grijs. Het is ook een heel fijn model van Gymshark. Heb ik ook in het zwart. Wat ik heel fijn vind aan deze leggings is dat ze ook gewoon blijven zitten. Wacht, ik kan het wel even laten zien. Als we gaan squatten, hallo. Dan blijft hij gewoon helemaal op zijn plek zitten. Dus het is niet een fabric die afzakt. Vooral hier. Ik vind dat echt een no-go als het gaat om sportleggings. En ik heb deze ook weer in maat XS besteld. En last but not least, deze hele mooie set. Deze voor PH met sportlegging. Als je mijn Gymshark shoplos wel eerder hebt gezien, dan weet je misschien wel dat dit mijn favoriete sport-BH model is van Gymshark. Ze hebben deze in allerlei verschillende soorten prints en kleuren. En dit is volgens mij mijn derde variant hier al van. Ik heb hem ook nog een beetje in een soort panterprint en in het lichtgroen. Deze sport-BH is echt onwijs stevig en hij doet ook echt wat voor de boobs. Mocht je dat zelf prettig vinden. Het geeft net gewoon even wat meer push. Dus ik vind het er gewoon heel erg mooi uitzien. Ik vind het model in general gewoon heel erg mooi. En ik vind de achterkant ook heel erg leuk. Dat het hier zo helemaal zo leuk. I don't know. Hoe leg je het uit? Ik vind het gewoon een heel mooi model om te zien. Beide items heb ik ook weer in maat XS besteld. Ik zat net trouwens te denken. Gymshark is echt al jaren mijn favoriete sportmerk. Toen ik echt net begon met sporten. Ik was 15 toen ik begon. Ja, volgens mij toen ik een jaar of 17 of 18 was of zo, heb ik daar mijn allereerste
sportsetje besteld. En ik had daar zo lang voor gespaard. En het was een soort van echt zoiets speciaals of zo. Dat ik dat mocht kopen voor mezelf. Dat was voor mij echt een ding. Dat ik dat dan op de deurmat kreeg. En van Gymshark. En dan nu te beseffen een paar jaar later dat ik door ze gesponsord word. Ik vind dat zoiets bizar. Voor alles wat ik doe voor YouTube. En wat ja, de kansen die ik krijg. Dus bijvoorbeeld alleen al dat ik dit soort prachtige kleding krijg opgestuurd. In general al gewoon echt heel erg dankbaar voor. Maar soms heb je echt van die besefmomentjes. Ik legde net zo al deze items uit. En toen dacht ik, de 17-jarige ik zou echt gewoon gillen. Zeg maar van het idee dat Gymshark me ooit zou sponsoren. Ik vind dat gewoon zoiets, I don't know. Nu we toch bezig zijn met pakketjes. Ik had ook nog een bestelling gedaan bij Body & Fit. Deze lag echt al 3 dagen bij mijn buren. Oeps. Ik ga morgen weer sporten. Na een paar dagen. Ik probeer dus nu de gym weer open te zijn. 3 keer in de week te gaan. Volgens mij is dat ook de max dat je mag inschrijven. 3 of 4. Ik had eigenlijk al een tijdje geen eiwitshakes meer in huis. Natuurlijk eigenlijk ook deels omdat we zo lang niet konden gymmen. Dus dan, ja, ik deed gewoon niet echt heftig krachttraining. Dus daarvoor heb ik ook niet echt eiwitshakes nodig. Ik moet zeggen, eventjes een side note erin. Je hebt nooit eigenlijk supplementen echt nodig, in mijn opinie. Ik denk dat je heel veel ook kan vinden in voeding. Maar ik heb vooral nu ik weer spier aan het opbouwen ben, na zo lang echt behoorlijk spierpijn. En ik vind het gewoon fijn om nog even extra shakes te hebben die mijn spieren helpen herstellen. Dus ik had best wel veel research gedaan over wat is nou echt de beste eiwitshake out there. Nou, deze kwam heel hoog in de test. Optimum Nutrient. Wat is het een moeilijk woord? Optimum Nutrition. Nou, whatever. Dat zal het wel zijn. Ik heb French Vanille Cream. En dan heb ik pre-workout besteld. Ik heb dit eigenlijk zelf bijna nooit in huis. Ik gebruik het eigenlijk nooit. Ik heb het wel eens geprobeerd van andere mensen die het in huis hadden. En heb er eigenlijk altijd wel goede ervaringen mee gehad. Ja, mocht je het niet kennen. Je kan dit innemen voordat je gaat sporten. En je krijgt er eigenlijk een onwijze energieboost van. Dus het is heel fijn voor als je een dag hebt dat je moe bent. Of heel veel hebt gewerkt. Maar je wilt toch nog eventjes naar de gym. Dan ja, is dit gewoon een fijn spul om te gebruiken. En vaak wij ook nog net even iets zwaarder trainen dan zonder pre-workout. Ik vind pre-workout prima. Ik vind het fijn dat het bestaat. En ik heb het ook zeker aangeschaft voor de dagen dat ik wat meer moe ben. Of denk, hey, ik wil even een extra zet er tegenaan gooien. Maar ik wil niet dat ik er, ik wil niet zeggen afhankelijk van word. Kan je er afhankelijk van worden? Nou, niet per se. Maar het kan wel echt verslavend zijn. Ja, of dat je het gewoon zo vaak gebruikt dat je eigenlijk niet meer wil sporten zonder. Ik wil dat wel een beetje voorkomen. Omdat er echt behoorlijk veel cafeïne in zit. En ja, I don't know. Sporten moet ook net zo leuk zijn zonder pre-workout, in mijn opinion. Hij ruikt in principe prima. Ze hebben vaak hele zoete smaakjes. Deze doet me heel erg denken aan die sterretjes die je vroeger kon nemen. Die roze en die gele die je dan at als kind voor vitamine. Daar ruikt het echt heel erg naar. Bijna hetzelfde. Ja, ook nog even over mijn fitness journey gesproken. Hè? Nu we toch helemaal in de sportbubbel zitten van sportkleding en supplementen. Ik dacht ik deel ook nog eventjes een beetje een update hoe het nu gaat met, ja, niet alleen mijn fitness journey, maar ook gewoon de relatie met mijn lichaam op dit moment. Ja, mocht je mij nog niet zo heel erg lang kennen of volgen. Ik sport, onder andere omdat ik gewoon heel erg graag sport. I love sporten. Ik sport al vanaf dat ik jong ben eigenlijk. Maar de hoofdreden waarom ik ooit ben begonnen is omdat ik wil aankomen. En voor heel veel mensen een soort van sport en aankomen. Huh? Hoe werkt dat dan? Hoe mijn lichaam zeg maar werkt om je even een beeld te geven. Ik val echt heel snel af. Stel ik krijg de griep of ik word ziek. Dan kan ik binnen een paar dagen 3 kilo kwijt zijn. En het kost voor mij zeg maar bloed, zweet en tranen om die 3 kilo er weer bij te krijgen. Ik vind het altijd soms best wel moeilijk. Altijd al gehad om het hierover te hebben. Omdat veel mensen soort van afvallen en een snelle verbranding. En niet goed aankomen van eten. Dat is voor heel veel mensen een soort, I don't know, ideaal iets. Een droom, iets wat zoveel mensen zouden willen. Dus als je dat dan zelf hebt en je bent daar zelf niet blij mee, voelt het altijd heel erg beladen om daarover te zeuren. Ik heb er ook altijd al mijn hele leven lang heel veel kritiek op gehad van mensen. Van, oh, maar je bent toch dun en mensen willen er zo uitzien, dus get over it. Maar inmiddels als je ouder wordt, dan kan je daar ook meer van afzetten. En heb je ook zoiets van, ja, het is mijn lichaam. En ik heb het vooral ook altijd wel als een soort struggle gezien. Omdat ik gewoon heel graag voller wil zijn dan wat ik nu ben. En ik merkte de laatste tijd, als ik dan ook naar mijn video's keek,
Vooral mijn eerste scheldwoordvideo's. Ik ben vooral heel veel afgevallen aan mijn bovenlichaam. Mijn armen zijn een stuk dunner. Ik kom ook het makkelijkste aan mijn benen en mijn billen. En het moeilijkste aan mijn armen en nou, gewoon de hele bovenkant van mijn lijf. Ja, dus dan zie ik mijn armen zo en dan denk ik, ach, ik weet gewoon dat ze een stuk voller kunnen zijn. En dat zijn ze nu niet. En dat, ik weet dat ik me daar dan ook helemaal niet druk om moet maken. Dat doe ik ook niet per se. Maar het, ja, toch zie je het wel. En wat me dan ook een beetje had getriggerd, is dat ik gisteren natuurlijk naar Zwolle was om te shoppen. En ik heb toen echt een lange tijd weer BH's gepast. En mijn normale cup die ik heb normaal B70, B75, zat allemaal veel te groot. En ik weet niet of het lag aan de BH's, dat ze toevallig wat groter uitvielen, maar ik ben toen naar cup A gegaan. Dus dat gaf voor mij een soort trigger dat ik dacht, oh, ben ik dan echt wel meer afgevallen dan ik zelf door heb. Ik heb niet op de weegschaal gestaan, misschien al, ik denk ook al een jaar niet op de weegschaal gestaan, misschien wel langer niet. Ik vind het altijd best wel triggering. Ik denk dat het voor veel mensen de weegschaal wel triggert. Ik ga het binnenkort wel weer doen. Want ik wil eigenlijk heel graag weten waar ik nu sta. Ik laat me dan helemaal meten bij de sportschool. Dus ook bij mijn vetpercentage, mijn spiermassa, et cetera, et cetera. Omdat ik dan echt heel goed kan bijhouden of ik process boek. Of dat ik misschien dingen in mijn workout moet veranderen. Want ik heb natuurlijk wel een doel. En dat is gewoon meer aankomen. Dat vind ik best wel confronterend. Ik merk dat dat me ook een beetje tegenhoudt om dat al te gaan doen. En ik neem daar ook gewoon helemaal de tijd voor. En ik heb ook zoiets van mij het gewoon doen wanneer het goed voelt. En een van de redenen waarom ik er ook een beetje afwachtend ben, is omdat ik best wel obsessief kan zijn met cijfers. Wanneer was dit? Vorig jaar of zo, of anderhalf jaar geleden. Dat ik ook voor het eerst mijn calorieën ben getellen. Daar ben ik ook bijna een week mee gestopt. Ik ben iemand die gewoon heel veel discipline heeft. En als ik iets wil, dan moet het ook soort van gebeuren. En dat kan soms ook iets te ver gaan, zeg maar. Dus daar heb ik gelukkig wel een handrem in. Dus daar had ik mezelf dan ook wel in gestopt. Dat ik gewoon heel erg ging overeten of mezelf misselijk at. Ik ben gewoon dan bang dat ik dan op de weegschaal sta en zie dat ik, I don't know, 2 of 3 kilo kwijt ben. En dat slaat nergens op, want al is dat zo, dan is dat zo. En ik voel me fit, ik voel me goed. Als ik naar mezelf kijk, vind ik mezelf mooi. Ik ben heel blij met mijn lichaam, ik hou van mijn lichaam. Ja, I don't know. Ik heb daarin ook echt wel mijn struggles. En ik dacht, die deel ik gewoon graag met je. Ik weet niet of je er wat aan hebt. Ja, je lichaam helemaal accepteren voor hoe die is, is ook soms lastig. Er zijn periodes waarin ik dat heel goed doe en periodes waarin ik dat wat minder goed doe. En that's fine. That's part of life, right? Alles in ups en downs. Goedemorgen. Ik ben mijn dag vandaag begonnen in de gym. Was niet echt een goede workout, moet ik zeggen. Ik had er echt heel veel zin in. En ja, lekker veel energie. Ik stond om 9 uur in de sportschool. Maar mijn lichaam zag het niet zo zitten. Maar ik heb het wel gewoon afgemaakt en gewoon een beetje rustig aangedaan. En ja, wel in ieder geval blij dat ik ben gegaan. Ik ga nu een heel lekker receptje maken. Ik kwam dit tegen op Link op Instagram. Pancakes met witte chocola en passievrucht. Nou, sorry hoor, maar dat klinkt toch echt helemaal fantastisch. Ik ben me nu aan het klaarmaken om zo richting het strand te gaan, richting Scheveningen. Het is echt heerlijk weer vandaag. En ik ga samen met een vriendinnetje, Naomi. We hebben lekker gereserveerd bij een strand. En dus daar gaan we lekker de hele middag zitten. Lekker drankjes doen, lekker bijkletsen. Ja, nou ik zei het echt precies hetzelfde. Papa komt zo langs om deze rolgordijnen op te hangen. Die komen hier zo in mijn kamer, zoals je ziet. Ja, is mijn kamer echt behoorlijk licht. Deze gordijnen hingen hier al toen, toen ik hier kwam wonen. Kijk trouwens, deze ballon. Zo schattig had ik nog van een vriend gekregen van Bart voor mijn verjaardag. Ja, maar het is hier dus echt mega licht. En ik word dus ook met dit licht zo wakker. En daar ben ik inmiddels wel een beetje klaar mee. Vooral nu we echt de zomertijd ingaan. Tada! Ze hangen! Kijk, ja, je kan het niet heel goed zien, maar hier zo hangen. Ze ben er echt super blij mee. Kijk even hoe rood ik ben. Het is 26,5 graad hier thuis. Nou, sorry, maar mag ik dood? Nou, ik ben dus echt behoorlijk verbrand. Kijk mijn neus. En hier zo op mijn voorhoofd. Ik heb nog heerlijk met Em en Saar de hele dag op het terras gezeten. En lekker gedronken. En nou, het was echt een topdagje. Het is inmiddels alweer de volgende dag trouwens. Gelukkig niet zo brak, dus dat is heel fijn. Ik ga hierbij de vlog afsluiten. Ik wil je onwijs bedanken voor het kijken. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. En ik zie je snel weer. Doei doei!